deze tutorial leg ik jullie uit hoe je deze lieve babyhandschoentjes maakt. Ik begin met het maken van een magische ring. En ik haak twee lossen. En dan haak ik halve stokjes. Ik haal de draad door de ring. Ik sla om en haal de draad door drie lusjes. Omslaan. Ik haal de draad door de ring. Ik sla weer om en haal deze door drie lusjes. Ik haak zo 10 halve stokjes. Ik heb nu 10 halve stokjes in de ring gehaakt en dan trek ik de draad een beetje aan en ik zet deze toer vast met een halve vaste. Ik steek hiervoor in, sla de draad om en haal deze door twee lusjes. De tweede toer begin ik met twee lossen. Nu haak ik in elke steek twee halve stokjes. Zodat ik 20 halve stokjes heb. Deze toer heb ik 20 halve stokjes gehaakt. En ik sluit de toer weer met een halve vaste. Zo ga ik de volgende toeren ook 20 halve stokjes haken, dat ik in totaal 7 toeren heb met 20 halve stokjes. Ik heb nu 7 toeren met 20 halve stokjes gehaakt en nu ga ik de boord haken. Ik begin weer met 2 lassen. En de eerste steek, die steek ik aan de voorkant in. Wat een reliëfstokje. Ik sla de draad om. Ik haal de draad door twee lusjes. En nog een keer door twee lusjes. Het volgende stokje steek ik aan de achterkant in. Ik haal de draad er doorheen. Door twee lusjes. En nogmaals door twee lusjes. Dan weer een steek die ik aan de voorkant in. De volgende steek weer aan de achterkant. Zo ga ik de volgende toeren maken. Ik herhaal steeds 1 steek aan de voorzijde insteken en 1 steek aan de achterkant insteken. Ik ben nu aan het einde gekomen van de eerste boordtoer. Ik sluit deze toer weer met een halve vaste. Dan haak ik weer 2 lossen. En de volgende ga ik weer als de eerste toer aan de achterzijde insteken. Ik haak een stokje en de tweede steek. Aan de achterzijde van de steek. En ik haak ook weer een stokje. Dus aan de voorkant. En eentje aan de achterkant. Voorkant en
heen aan de achterkant. Dan krijg je al een beetje een idee van hoe het gaat worden. Mijn handschoentjes zijn nu klaar. Ik heb nog drie, in totaal drie toeren met de boordsteek gehaakt. En ik heb nog een koordje gemaakt. En die draai ik er even doorheen om te voorkomen dat ze uitvallen. Steek tussen twee steken in en ik haal daar het koordje doorheen. En dan maak ik hier nog een strikje. Zo. Dit zijn ze dan.